Heel veel van u heb ik wel even de hand kunnen schudden en u heeft het ook wel met elkaar gedaan. En in het bijzonder ook een hartelijk welkom namens ons allemaal aan de nieuwe inwoners van Houten. Een aantal van ons zijn ook hier aanwezig, hebben zich in ieder geval aan mij kenbaar gemaakt als nieuwe inwoners. Ook aan de nieuwe Nederlanders. En als ik het dan even terugkijk, 2017 zijn er in Houten 521 kinderen geboren. En er zijn 1926 nieuwe inwoners van elders bijgekomen. Ze zijn er natuurlijk ook vertrokken, maar daar hebben we het niet over. En er zijn ook nog 65 inwoners tot Nederlander genaturaliseerd. En ik hoop dat u zich allemaal thuis voelt in Houten en dat deze bijeenkomst er ook een beetje aan bijdraagt. Ook een speciaal welkom voor de vrijwilligers en bestuurders van culturele instellingen en verenigingen uit Houten, Schalkwijk, Tullentwaar en het Gooi. We zijn in Houten, in de gemeente, in al die dorpen, rijk gezegend met een actief verenigingsleven. Met veel vrijwilligers, met toneelgezelschappen, met muziekverenigingen, met koren, met balletscholen en natuurlijk ook met een theater. En ik ben blij met ons rijke culturele leven en ik geniet ook graag van muziek, zang, film, dans en toneel. Onlangs heb ik bijvoorbeeld, om maar een heel klein voorbeeldje te noemen, nog erg genoten van een prachtige uitvoering van het koor Marcantus in de mooie Michaelkerk in Schalkwijk. Dames en heren, het afgelopen jaar zat vol verrassende ontwikkelingen. En voor sommigen was het meest opmerkelijke misschien wel dat de nieuwe Amerikaanse president het alweer een jaar heeft volgehouden. Maar het was ook een jaar met de onverwachte overwinning in Frankrijk van Emmanuel Macron en zijn partij, La République en Marche. En met een nog steeds voortdurende onzekere politieke situatie in Duitsland en met getop rondom Groot-Brittannië en de Brexit. En het zorgt voor een sterk gewijzigde dynamiek in Europa. En in Nederland hebben we inmiddels een nieuw kabinet, na de langste formatie ooit. En met in dat regeerakkoord de erkenning van de energietransitie als de grootste uitdaging voor de komende decennia. Maar ondertussen kampen we ook nog met een nalatenschap van de crisisjaren. Wat te doen met het achterstallig onderhoud en de werkdruk in zorg, onderwijs, politie en defensie. Grote vraagstukken op nationaal niveau. En dan in Houten. Wat is er weer veel gebeurd? Volop transformatie van kantoren en scholen naar woningen. Vestiging van nieuwe bedrijven. De economie bloeit. De huizenmarkt koopt alweer een beetje over. En er was weer een ijsbaan. Ja. En terecht dan. En we zijn genomineerd als fietsstad voor 2018. Er zijn steeds meer buurtinitiatieven die van de grond komen. Recent nog weer buurzaam aan de slag. Houten bloeit. Beste mensen, in december kwam het tweejaarlijks rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau over de sociale staat van Nederland. Een heel lezenswaardig rapport, juist omdat het een overzicht van ontwikkelingen in de afgelopen 25 jaar geeft. En ons land is in die kwart eeuw behoorlijk voller, veiliger, ouder, welvarender en veelkleuriger geworden. 2 miljoen mensen bij 25 jaar. 1,8 miljoen woningen. En dat kun je gewoon merken. Dat geldt zeker ook voor Houten en omgeving. Als groeikern in de aantrekkelijke Utrechtse regio weten we er alles van. Constante factor in al die jaren is volgens het Sociaal Cultureel Planbureau dat wij Nederlanders nog steeds behoorlijk tevreden en gelukkig zijn. In ieder geval over onze eigen omstandigheden. En dat alles geldt zeker ook in Houten, in onze gemeente. Landelijk gezien doet Houten het relatief goed. Zeer goed, kan ik wel zeggen. Kan ik blijven dat benadrukken. Ook bij ons daalt de criminaliteit gestaag, groeit de welvaart en zijn we behoorlijk gelukkig. En wat ik ook opvallend vind, en er is in ons land eigenlijk best wel veel vertrouwen in het functioneren van de democratie. Het functioneren van de rechtsstaat. Er is veel vertrouwen in rechters en politie. Gaat misschien wel een beetje tegen ons gevoel in, maar feiten liggen niet. Ik kom daar later nog even op terug. Toch is daarmee ook niet alles gezegd. Want er is wel wat aan de hand. De jaren van crisis hebben er bij delen van de samenleving behoorlijk fors ingehaakt. De eens zo riante verzorgingsstaat is behoorlijk versoberd. De koopkracht van sommige groepen is eerder verslechterd dan verbeterd. En dan voortrekken zich grote maatschappelijke veranderingen, zoals vergrijzing, groeiende aanwezigheid van andere culturen, meer gebroken gezinnen, zware prestatiedruk op jongeren, meer eenzaamheid, steeds hogere opleidingen als eisen op de arbeidsmarkt.
En er is gewoon een deel van de mensen dat niet zo goed meer mee kan doen met al die veranderingen. Een groep die sociaal geïsoleerd raakt, laaggeletterd is, als digibet de weg in ons steeds digitalere samenleving wat kwijtraakt. Werkend arm is soms, problematische schulden heeft, worstelt met chronische fysieke of geestelijke beperkingen. Ruim 5% van de Nederlanders behoort tot deze groep. En dat is bijna 1 miljoen mensen. En ik vind dat we als samenleving, met al die welvaart en onze groei en ons geluk, dat niet mogen en kunnen negeren. En ik merk dat vele inhouden er ook niet langsheen willen of kunnen leven. En dat ik zelf wat aan willen doen. En uiteraard heeft de overheid daarin ook een belangrijke rol. Zeker ook de gemeente. Wij zullen in ons armoedebeleid, in ons beleid van eenzaamheidsbestrijding, in onze dienstverlening en de manier waarop we werken aan meedoen, inclusie, integratie, er alles aan moeten doen om deze mensen te ondersteunen, te stimuleren en op een goede wijze te bejegenen. Maar het is natuurlijk ook een opgave voor de samenleving, voor het bedrijfsleven, voor maatschappelijke organisaties om daarmee bezig te zijn. En dan zie ik ook heel veel initiatieven, zoals bijvoorbeeld schuldhulpmaatjes, begeleiding van vluchtelingen, Stichting Present, Senioren Zomerschool, buurtinitiatieven die ik net al noemde, de Voedselbank, de inzet voor aangepast sporten en sporters. En zo kan ik nog heel lang doorgaan, want er gebeurt veel. We hebben in Houten relatief veel mensen en veel organisaties die zich vrijwillig inzetten voor onze samenleving. Die ook prachtige initiatieven ontplooien. Neem bijvoorbeeld de recente kerstmiddag in het theater. Neem de succesvolle Truckersdag. Fantastisch om te zien. Maar het probleem wat ik net noemde is best groot. En het is daarom best ook nodig dat we allemaal om ons heen kijken. En door onze eigen inzet, onze persoonlijke inzet ook proberen en meehelpen om te voorkomen dat een deel van onze inwoners niet meedoet. Niet mee kan doen of misschien geïsoleerd raakt. Laatst organiseerde FC Utrecht een kerstdiner voor eenzame ouderen. Daar ging een groepje bewoners van de flat hierachter het gemeentehuis naartoe. Wethouder Rensen was er ook bij. En tot onze schrik hoorden wij daar dat sommige van die mensen al wekenlang niemand hebben gesproken. Hier aan de overkant van het pleintje. Dat moet anders kunnen. Natuurlijk kunnen we daar beleid voor bedenken, maar we kunnen er ook gewoon concreet wat aan proberen te doen. Stel dat wij bijvoorbeeld in dit gemeentehuis 1 keer per maand een maaltijd voor onze buren organiseren. Kan gewoon op vrijdagmiddag hier in de kantine. Samen eten met de aanwezige ambtenaren. Een ontmoeting van mens tot mens, met onze eigen buren. Er komen vast wel mooie contacten uit voort. En bovendien een gezonde maaltijd is ook nooit weg. En wat zou het mooi zijn als op meer plekken in Houten bedrijven, instellingen en organisaties ook zoiets gewoon zouden gaan doen. Eten, koffie drinken, een wandelingetje maken. In essentie ontmoeting met de buren. Het kost een klein beetje tijd, kost een klein beetje geld, maar het is een prachtige vorm van relevant zijn. Voor de samenleving. En denk dan niet een ander doet het wel, maar kijk om je heen wat dichter op ons ligt. Geen woorden, maar daden. Gewoon doen. En over de buren hier van de Randhoeven gesproken. Met veel plezier hebben we hen ook voor vanavond uitgenodigd. Een aantal van u heb ik ook al gezien en gesproken. Fijn dat u er bent. Beste mensen, wat zal 2018 ons brengen? We gaan een spannend jaar tegemoet. Een verkiezingsjaar. In maart voor de gemeenteraad. En ik hoop op een mooie campagne. Op veel serieus debat over zaken die ook werkelijk toe doen. Met respect voor elkaar. Met eerlijke aandacht voor de vragen en zorgen die er zijn in de samenleving. Ik hoop dat kiezers zich gehoord voelen in hun onzekerheden, in hun behoefte aan greep op hun bestaan en perspectief op de toekomst. Ik hoop ook op een uitslag die weer een stabiel gemeentebestuur mogelijk maakt. Een bestuur dat ons bekwaam door soms wel lastige tijden kan leiden. Want zonder goed bestuur waart Houten niet wel. En er liggen grote opgaven voor ons. Houten maakt deel uit van een van de snelst groeiende regio's van ons land. Dat is te merken. Te merken in de druk op de woningmarkt. Te merken in de drukte op de weg. Te merken in de behoefte aan ruimte voor bedrijvigheid. Maar ook in de vraag naar cultuur, naar ontspanning, naar recreatieve mogelijkheden. De druk op de natuur. Druk op schone lucht. Op stilte. Op duisternis. Dat zijn allemaal opgaven die zich voordoen. En de eerder al genoemde noodzakelijke energietransitie zal merkbaar worden in onze leefomgeving. In zonnevelden, in laadpalen, in hopelijk draaiende windturbines, in het
aardgasloos en energie-neutraal maken van woningen en wijken. En er zullen de komende tijd dus fundamentele keuzes gemaakt moeten worden. Over woningbouw, over energie, over natuur en recreatie, over de aanpassing aan klimaatverandering, over het bestrijden van armoede en eenzaamheid, over het mogelijk maken dat iedereen werkelijk meedoet. En al deze opgaven vragen om politieke keuzes. En daarom is het ook goed dat er iets te kiezen valt. Er doen 9 politieke partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen, zoals we nu kunnen zien. En die denken echt niet allemaal hetzelfde. Het maakt uit op wie u stemt. En ook al is Nederland coalitieland, zullen er altijd compromissen gesloten worden. Uw stem telt. Iedere stem telt. En verdiep u de komende maanden in de mening van politieke partijen, zodat u straks weet op wie u moet stemmen. En wij willen u daar natuurlijk ook wel een handje bij helpen met verkiezingsdebatten, verkiezingsmarkten, met een huis-aan-huis verkiezingskrant en een houtense kieshulp op internet. Ga vooral ook stemmen. Houten kent een relatief hoge opkomst, maar toch bleef ook bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen nog steeds ongeveer 40% van de stemgerechtigden thuis. Denk daar eens over na. Kun je nagaan wat een aardverschuivende mogelijk is als al die mensen gebruik maken van hun stemrecht? Stemrecht is een fundamenteel goed in onze democratische rechtsstaat. Maak er gebruik van. Met de verkiezingen in aantocht is het ook goed om te beseffen dat uit heel veel onderzoek blijkt dat onze representatieve democratie goed functioneert. De diversiteit aan meningen, maar ook de zo vaak genoemde zwijgende meerderheid die in de maatschappij leeft, komt goed tot uitdrukking in al die diversiteit aan meningen in het parlement en in de gemeenteraad. En natuurlijk kan die diversiteit ook inhouden dat uw persoonlijke mening niet wordt gehonoreerd. De meerderheid beslist uiteraard. Maar ook de meerderheid wordt in de rechtsstaat rekening te houden met mening van minderheden. Ik noemde net het onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Dat toont aan dat Nederlanders over het geheel genomen behoorlijk gelukkig zijn. Ze hebben minder extreme meningen dan je misschien op basis van berichten in de reguliere sociale media zou vermoeden. En ook ander onderzoek, bijvoorbeeld dat van de hoogleraar Tom van der Meer, laat zien dat het vertrouwen in de werking van democratie in Nederland best groot is. Door onze lage kiesdrempel en de eenvoudige toegang tot het parlement en de gemeenteraad kan eventuele onvrede of alternatieve opvattingen heel snel doordringen tot de macht of op zijn minst invloed uitoefenen op politieke stellingnames. En dat geldt zowel voor de sterk groeiende aanwezigheid van lokale partijen in gemeenteraden en ook in gemeentebesturen, als ook voor partijen in ons parlement. En geloofwaardigheid van politieke besluitvorming zal dan ook niet verbeteren door te praten over bestuurlijke vernieuwing of dat als argument in politieke discussies in te brengen. Ik mag hopen dat een nieuw college en een nieuwe raad daar nou eens een keer niet zoveel woorden aan vuil maakt, maar vooral door data laat zien dat het menens is. Geen woorden, maar daden. En niet over praten, maar het gewoon doen. Dames en heren, 2018 ligt voor ons. Een jaar waarin er uiteraard weer het nodige zal veranderen in de wereld. En mijn verlangen is dat het een jaar zal worden met meer praktische oplossingen. Een jaar met meer dialoog, met begrip. Een jaar met meer persoonlijke ontmoeting. Een jaar waarin we allemaal ons werk gewoon een beetje beter proberen te doen. Een jaar met wat meer innemendheid en echte aandacht voor elkaar. Een jaar waarin we elkaar zien staan als mens. Waarin we niet snel oordelen, maar eerst proberen elkaars bedoelingen te begrijpen. Mede namens mijn echtgenote Diederike, de gemeenteraad en het college van burgemeesters en wethouders wens ik u allen een heel gelukkig, gezond, gezegend en ook begripvol 2018. Gelukkig nieuwjaar.